Het is 10 mei 1940. De Duitsers vallen Nederland binnen. Mijn vader, Kees Slegers, is soldaat. Hij weet langs de Maas de Duitsers een poos tegen te houden. Maar zwaar gewond moet hij de strijd toch staken. Mijn vader voor de oorlog was eigenlijk een opleiding aan het volgen voor missionaris, voor de frateronderwijzer. Eigenlijk voor uitgezonden te worden naar het buitenland. En dat was in Goorle. Hij wilde niet ingezegend worden. Hij wilde geen frateronderwijzer worden. Net voor de inzegening was dat. En is hij uitgetreden eigenlijk min of meer. In 1938 was de mobilisatie en werd hij opgeroepen. En daar kwam hij eigenlijk bij als ordonnans kwam hij daar binnen. En op de motor ging hij overal heen. En op den duur in 1940 is hij rond moeten gaan met boodschappen en berichten. En op den duur, toen wist hij dat hij niks meer kon doen en is hij gebleven daar bij Grubbenvorst. En daar is hij mee gaan vechten. De Duitsers kwamen in roeibootjes de Maas over. 408 Duitsers. En ze waren nog maar met een man of 3-4 over. Zelfs de commandant die werd gewond. En die gaf het commando over aan mijn vader. Terwijl hij toch de jongste was en eigenlijk ook niet gelieerd was aan zijn commando en aan zijn groepen. Maar omdat hij goed schoot, ze dachten scherpschutter, hij schoot altijd raak, kreeg hij toch het commando. En toen moest hij de bunker uit, want het ketste allemaal, die kogels. Hij is doorgegaan, helemaal in zijn eentje. En hij heeft eigenlijk de aanval min of meer afgeslagen op een paar man die waren van de Duitsers, we bleven nog over. Op den duur raakte hij gewond en heel zijn darmen waren kapot geschoten. Er is toen een van de soldaten, van de Duitse soldaten, die kwam daar en die wilde een granaat naar hun gooien, dat ze dood waren. Maar er kwam een commandant van de Duitsers en die zei, deze mensen hebben zo hard gevochten. Dat hebben ze niet verdiend. En ze zijn allemaal goed behandeld toen. Gevangen genomen zijn ze. Hij is naar het ziekenhuis in Venlo gegaan. Hij heeft daar 6 maanden gelegen. En de Duitse generaals, die zijn hem opkomen zoeken. Wat hij gezegd heeft en wat we ook wel geloven, wat ik van mijn moeder heb gehoord, is dat hij ook onderscheiden is door de Duitsers, vermoed. Omdat hij zo gevochten had, en het was nog het begin van de oorlog. En de Duitsers hadden wel eerbied voor iemand die moedig was. Hij kwam uit het ziekenhuis en hij is toen in contact gekomen met het verzet. Hij is op het gemeentehuis komen te werken. Hij heeft valse bonnen uitgegeven, ausweisen gemaakt voor personen. Hij heeft piloten over de grens gebracht. Na de oorlog in 1946 is hem toegekend de onderscheiding, de militaire Willemsorde, welke de hoogste is. Hij heeft het samen gehad met prins Bernhard. En zo is hij eigenlijk toch weer in het leger gebleven, tot 1954. Na de oorlog is hij zeer getraumatiseerd geweest, altijd gebleven ook. En dat is nooit eigenlijk verbeterd. Ik heb zijn medisch rapport gezien en daar zie je echt een schoolvoorbeeld van traumatische stresssyndroom. En in die tijd wisten ze nog niet wat het was, dus hij is eigenlijk met bitterheid en echt heel alleen is hij door het leven gemoeten, want hij kon gewoon een normale leven kon hij niet meer aan. Ik zei altijd tegen mijn moeder, waarom bent u zo verliefd op mijn vader geworden? En toen zegt ze, omdat het een hele slimme man was. Het huwelijk met mijn moeder en mijn vader, dat ging gewoon niet. Die zijn maar een paar maanden getrouwd geweest. Mijn vader is toen uit het huis gezet, omdat hij gewelddadig werd. En zelfs de pastor, waar hij heel goed bevriend mee was, die zei, het is beter om uit elkaar te gaan. Omdat hij zegt, hoe groter de geest, hoe groter het beest, zei de pastor toen. Dus mijn vader die kwam eigenlijk in een vacuüm. En eigenlijk werd hij aan zijn lot overgelaten. Mijn moeder die zei altijd, als ik dat geweten had,
dat het een posttraumatisch stresssyndroom was geweest, dan had ik heel anders gereageerd. Mijn vader is in 65 overleden. Het ongeluk is een heel vreemd ongeluk voor ons. Het was een rechte weg. De auto zat wel flink in elkaar, maar toch, ja, we vinden het toch vreemd hoe die is overleden. En de spullen waren uit de auto weg. Dus ja, wij hebben er nooit geen antwoorden op gekregen.